Een welkome, een lekkere en makkelijkere overwinning. Goeie samenvatting. Ik heb net je vriendin gesproken, die vindt dat we altijd zulke leuke interviews maken. Dus maak jij hier eens wat leuks van? Ik denk dat we dit voetbal is wat we graag willen. En met de jongens in de rust ook over gehad. Weet je, een pessimist zegt dat VVSB slecht speelde en een optimist zegt dat wij het goed hebben gedaan. En ik denk dat het gaat om dat laatste, want denk als we HC Hardenberg zien in Top Os, zeg maar de afgelopen week. En wat we nu op de mat weten te leggen, met name aan de bal. En daarnaast hebben we volgens mij niks weggegeven. Ja, dan hebben we uitstekende wedstrijd gespeeld. Wat is er waar dat iemand in de rust naar je toe kwam om jou te feliciteren? Ja, bij elke club hebben we natuurlijk een dorpsgek, dus die hebben we hier ook. Maar die kwam je echt feliciteren al, dat wilde hij al? Ja, dat wilde hij al, ja. Wat heb je toen gezegd? Dat we ook nog een tweede helft moeten spelen. Dus weet je, je moet de huid pas verkopen als de beer geschoten is. Tweede helft geweest, derde helft nu? Ja, derde helft, ja, klopt.